Wij zijn onlangs participant geworden van Dutch Power. JASO zelf is altijd heel erg op zoek naar synergie tussen in ons wereldje het energiebedrijf, de architect en de aannemers, onze directe klant. En we proberen die synergie, of we hopen die synergie ook te vinden bij Dutch Power. Even terugkijken op de 5 jaar dat Dutch Power bestaat. Er is een solide basis gevormd van de mensen die aan elkaar gelieerd zijn in dezelfde sector, in de energiesector. Het zou geweldig zijn als we de komende vijf jaar, nog meer vertrouwen kunnen geven aan de sector. En vooral de bekendheid ervan. Mensen moeten weten wat er gebeurt, waarom bepaalde energievraagstukken opgelost worden. En vooral dat het niet om vanzelfsprekend is. Dutch Power die kan daar echt het platform in vormen, in zijn, om dat te realiseren. Onze bijdrage die wij daaraan kunnen hebben, is dat wij enorm innoverend zijn. Wij steken een derde van ons engineerscapaciteit in productontwikkeling, in ontwikkeling van nieuwe technieken. Dat is Dutch Power natuurlijk op en top. Die zijn constant aan het kijken naar de toekomst. En JASO is daar, ik denk, een serieuze partner in. En niet alleen misschien om het idee te ontwikkelen, maar misschien wel de productontwikkeling te faciliteren. We hebben een grote fabriek staan, 80 man productiepersoneel. Nou, daar zijn heel veel capaciteiten om nieuwe ideeën, niet alleen onze eigen, maar ook de ideeën van anderen te realiseren. En hoe ben ik in die sector terechtgekomen? Is eigenlijk vanuit een bouwkundige achtergrond. Wij zijn misschien voor Dutch Power een beetje vreemde eten in de bijt. Ja, er lopen hier geen klanten van ons. Ja, er lopen wel gebruikers van onze producten, maar onze klant is de bouwkundige aannemer voor een heel groot deel. Ik zelf ben altijd geïnteresseerd geweest in de combinatie van de ontwerpende partij, de voorschrijvende partij en in dit geval wij zelf als uitvoerende partij. En dat uiteindelijk vanuit de bouw steeds meer gevraagd wordt om een esthetisch product te maken, is dat een heel mooi verlengstuk van hetgene wat puur op functionaliteit gebaseerd is binnen Dutch Power, binnen de energiebedrijven in Nederland eigenlijk.